Gisteren in het parlement tijdens de openbare vergadering werd er gesproken over het aantal personen die genaturaliseerd willen worden. Volgens NDP-parlementariër E.B. Jones is de regering niet in staat om de eigen Surinaamse gemeenschap te voeden. Het DNA-lid haalt het voorbeeld aan over de salarissen en vakantiegelden over de maand juli. We zijn niet eens gegarandeerd als onze vakantiegelden van de maand gestort wordt, salarissen en vakantiegelden. Ik zeg dat zo, voorzitter, omdat dat zaken zijn die gezegd zijn door hooggeplaatsten. Hou je een beetje aan de wet. Het komt naar die... Nee. Maar wat, je dwaalt te veel af. Het is misschien voor een keer voorzitter, te leuk. Het gaat over... Meneer Jones, terug naar de wet. Voorzitter, wat ik wil aangeven, voorzitter, en het heeft allemaal te maken met de naturalisatiewet, omdat ik aangeef, voorzitter, wanneer we niet in staat zijn onze mensen te voeden, waarom halen we meer erbij? En wanneer ik aanhaal over dat van lonen en salarissen niet gegarandeerd zijn, dat zijn uitspraken en het moest door de president gecorrigeerd worden, dus ik weet niet wie ik moet geloven. Meer nog, en dat na Shudivatori, lid boven, ik hoop dat u naar me luistert. Karma is interessant. Ik ken me klaagzang. 16 juli 2020 werd gezegd, de salarissen konden niet betaald worden, waren niet gegarandeerd. Zie daar waar we nu zijn, 4 jaar verder. Daarna liet minister Stijn Gubarsi van Financiën en Planning weten dat de salarissen en vakantiegelden over de maand juli gegarandeerd zijn. Voorzitter, ik weet niet of het lid Jones goed geluisterd heeft of zich vergist of zaken door elkaar haalt. Het was inderdaad zo dat op 16 juli 2020 geen salarissen betaald konden worden en het niet zeker was. 16 juli 2024 is gegarandeerd dat eind van deze maand de salarissen en de vakantiegelden betaald gaan worden. 2020 was een andere situatie, was een lastige situatie, was één die achtergelaten was. 2024 is er één waarbij de garantie gegeven is. Ik geloof dat iedereen die de president afgelopen zaterdag gehoord heeft, ook duidelijk en luid heeft kunnen horen dat de president garandeert dat de salarissen en vakantiegelden aan het eind van deze maand betaald worden. Volgens Melvin Boven, NDP-parlementariër, moet de regering de daad bij het woord voegen. We hebben geluisterd naar de politieke interventie van de minister. Maar we moeten ook in deze, voorzitter, de regering steeds dwingen. Als ze stellen, moeten ze bewijzen. De vorige regering heeft vanaf het moment in 2010 tot het moment ook in juli, augustus 2020 altijd gegarandeerd dat de salarissen uitbetaald. Het politiek verhaal, voorzitter, daar is in de Nationale Assemblée hier ruimte voor. Als wordt gesteld, moet bewezen worden. Als wordt gesteld, kasreserves gestolen, moet bewezen worden. Als wordt gesteld, voorzitter, de monetaire reserves zijn nul, dan moet niet de president nu een stuk produceren waarin staat dat het niet nul, maar 560 miljoen is. Wij moeten regeerders dwingen, voorzitter, om minder onwaarheden en minder politieke intriges te brengen. Maar laten ze de documenten hier brengen waaruit het tegendeel blijkt, voorzitter. Dank dat is wat ik bij punt van u wil vragen. Dat de stukken aan ons worden overhandigd, voorzitter. Anders moet de minister zichzelf dwingen om liever stil te blijven. Daarna zei VHP-parlementariër Harriet Ramdien het volgende. Ik wil één ding aangeven, voorzitter. Ik heb in mijn religie geleerd, wanneer we ouderen praten, moeten kleineren hun mond een beetje dicht houden. Laat de ouderen praten. De regering... Lid Ramdien, we hebben hier allemaal leden. Voorzitter. Lid Ramdien, we hebben hier allemaal voorzitter, leden. Voorzitter, laat mij aan. Lid Ramdien, wilt u naar me luisteren? Hier zijn we allemaal 51 leden, gelijken onder elkaar. En we gaan niet zeggen op een wijze die aanstootgevend is en het uw reactie gaat uitlokken. Ik kom niet aan uw geloof, niet aan uw geloof en uw geloofsovertuiging. Maar wees u correct in het verwoorden van uw punt van orde. Omdat u geen reacties wil hebben en dat u geen zaken wil uitlokken. Oké, ik zal ermee eens een akkoord gaan en ik hou me daaraan. Maar laat mij dit zeggen.
Wanneer heeft deze regering de regeermacht overgenomen? Het is 16 juli 2020 geweest. En het is niet zomaar geweest. Het had een reden. En een van de redenen was dat de toenmalige regering niet in staat was om de salarissen van de ambtenaren uit te betalen. Dat was een van de hoogste redenen waarom het gebeurd is. Dus laat mensen hier geen verhalen komen vertellen. Goed, dank u wel. En zaken verdraaien omdat de verkiezingen naderen. Het volk weet wat ze aan deze regering hebben. Volgens fractieleider van de NDP, Rabin Parmeser, doet men aan stemmingmakerij. Voorzitter, wanneer we willen weten bij de regeringsovergang wat gebeurd is, dan moeten we de twee presidenten hier naartoe halen. Alle andere mensen die niet erbij waren, kunnen met allerlei stemmingmakerij hier komen. En net wat u zegt, laten we het ordelijk en zakelijk houden. Alle andere mensen die er niet bij waren, moeten ophouden met hun stemmingmakerij.